Nou, ik ben niet goed bij stem. Daily Minutes, nummer 1502, met een uitzending voor vandaag 20 december 2018. Dit is het bulletin van donderdag. De datum vandaag is een beetje een vreemde eend in de bijt. Throp heet de modulatiesoort. Throp 1 om precies te zijn. Throp is een MFSK-mode, maar in tegenstelling tot de meeste MFSK worden geregeld twee tonen tegelijk uitgezonden. Een beetje zoals bij de DTMF-toetsen. Throp bevat behalve fasemodulatie ook een amplitudemodulatiecomponent en soms wordt slechts één toon uitgezonden. De bandbreedte is tamelijk klein, het afstemmen is lastig, maar ondanks dat er geen forward error correction in zit, is het een mode die zeer weinig signaal nodig heeft en het signaal is ook tamelijk robuust. Na Throp is er nog een plaatje in SSTV in PD90. Aan het eind van het jaar is het vaak tijd voor een terugblik. Ik ben niet zo van de terugblikken. Als er echter één gebeurtenis rond de Daily Minutes bepalend was, dan was het de overstap van amateurbanden naar alleen internet. Kortom, dat Daily Minutes de geriefelijke positie van een steengoed zendersysteem via de ether heeft verlaten voor internet. De laatste uitzending via PI2NOS was die van 30 september. Die uitzending herhaal ik vandaag in zijn geheel. Het lijkt eigenlijk al heel lang geleden. Behalve de data die ik vandaag voor de uitzending gemaakt heb, zit er in die uitzending van 30 september ook nog een stukje van 2 seconden data in 8 PSK-1000 bij 1800 Hz, zonder startcode, dus je moet hem zelf instellen. 2 seconden data 8 PSK-1000 bij 1800 Hz, zonder startcode. Het afscheid van Lodewijk van de uitzending, wat er elke dag in zit, zit er vandaag 2 keer in. 1 keer van 30 september en 1 keer van vandaag. Wat me opvalt, wat me direct als meeste opvalt, dat is dat ik heel veel van plan was met satire en met wokka-wokka-achtige zaken, maar dat ik daar niet veel van terecht heb laten komen. Ik denk dat ik er meer achterheen moet zetten. Ik heb echter ook een flink aantal weken griepverschijnselen gehad en dan heb je ook niet bepaald de rust en de stemming die je voor humor nodig hebt. Het is toch iets van mijn goede voornemens, meer humor in de Daily Minutes. Dit is Papa van 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1424 met een uitzending voor vandaag 30 september 2018. Dit is het bulletin van zondag. Vandaag is de data in 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, je kunt het ontvangen met FL Digi. Deze uitzending, die iets langer is dan normaal, begint met 2 onderdelen in het Engels, zoals gebruikelijk. Daarnaast is er nog een deel in het Nederlands als afsluiting van ruim 4 jaar uitzenden via PI2NOS. Daily Minutes gaat verder via internet. This is ARRL Audio News, your weekly summary of news highlights from the world of amateur radio. These are our stories for Friday, September 27th. Carla Pereira is on assignment. September 20th was the first anniversary of Hurricane Maria's devastating arrival in Puerto Rico, and today many amateurs are better prepared for the next storm or other disaster that could disrupt conventional telecommunications. With this in mind, the ARRL Puerto Rico section is hosting monthly meetings in various cities around the island Commonwealth as part of an effort to establish an amateur radio emergency service organization in Puerto Rico to be headed by Section Manager Oscar Resto, KP4RF, and Section Emergency Coordinator Juan Sepulveda, KP3CR. The overall initiative would involve recruiting volunteers and holding topic-specific workshops. Based on the new Puerto Rico Section Emergency Management Bureau Zone Divisions, a 2-meter simplex band plan has been developed in the event that repeaters go down. Many simplex drills and nets are taking place on a weekly basis. At a September 8th meeting, it was decided to create a new formal net for handling formal traffic via the 145.410 MHz repeater located in El Junque Summit. Radio amateurs living in the U.S. Virgin Islands were invited to participate as well. Eventually, an HF net will be available to send formal traffic to the NTS nets in the U.S. mainland. The 2-meter net was set to start on September 24th at 2200 UTC. As promised, the WSJTX Development Group has announced a new candidate release known as WSJTX 2.0 RC1,
This beta version of the popular Digital Mode software suite incorporates many new FT8 and MSK144 features that will be of particular interest to the amateur radio contesting community. It incorporates all FT8 de-expedition mode changes already developed. Contest-related changes include support for standard ARRL field day exchanges, better support for North American VHF contests with improved handling of grids and rover call sign designators, 6-character locators and call sign suffix support for portable operators focusing on European VHF contesting, support for standard contest exchanges in the ARRL RIDI Roundup, support for call signs of up to 11 alphanumeric characters to accommodate non-standard and compound call signs. Support for the new exchanges should expand the ability of contesters to use FT8 and other WSJTX protocol during contests that allow digital contacts and where the exchange is a traditional signal report and state, province, or country. According to the release notes, WSJTX 2.0 offers, quote, significantly better sensitivity, unquote, for the whisper decoder. In addition, color highlighting of decoded messages provides worked before status for call signs, grid locators, and DXCC entities on a biband basis. Color highlighting can also identify stations that have or have not uploaded their logs to Logbook of the World within the past year. Effective November 1st, radio amateurs in Sweden who want to run more than 200 watts PEP in certain amateur radio allocations will have to apply for a transmitter license to do so and pay an annual fee. Sweden's telecom agency, PTS, has announced a modified listing of license-free transmitters that spells out the changes for amateur radio and other services. Sweden eliminated amateur radio licenses in 2004, and amateur radio in Sweden is, quote, permission-free, unquote, but prospective radio amateurs must still pass an examination. A certificate and call sign, valid for life, are issued without any future fees. The VP6D Ducie Island 2018 de-expedition, on schedule to begin October 20th, has announced that it will use DXA to post contacts on a near real-time basis. The de-expedition leaders say they've performed an end-to-end test of the DXA system and expressed confidence that DXA will significantly reduce or eliminate the hundreds of emails asking for log checks. If you see your call sign on DXA, you're in the log. The VP6D Ducie Island de-expedition is scheduled to run October 20th through November 3rd. The VP6D team also plans to put Ducie Island on 6-meter moon bounce for the first time ever. Operation will be on 50.200 MHz using JT65. What is hoped will be the first annual Get Your Park On operating event will take place October 14th through the 20th in celebration of Earth Science Week. During this on-the-air celebration, hams can participate in one of two ways. North American amateurs can opt to be activators, setting up and operating in geological and nature centers, such as national and state parks and forests, national monuments, and protected nature habitats. They may also decide to be hunters, operating from home and searching out and making contacts with the activators. Get Your Park On gets underway at 0000 UTC on October 14th and continues through 2359 UTC on October 20th. Visit the Get Your Park On Facebook page for more information. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. With all the information given in the past weeks, you have probably forgotten most of it. Do not fret. You can read Keith, KB1SF, /VA3KSF's articles that were printed in the AMSAT Journal by going to amsat.org and clicking on the Education tab and then For Beginners. That should refresh your memory and give you a few more tips on making contacts on the satellite. We're drawing closer to the 2018 AMSAT 36th Annual Space Symposium.
This year it will be held in Huntsville, Alabama from Friday, November 2nd through the 4th. The Board of Directors meets November 1st and the morning of the 2nd. There's a banquet on Saturday evening and a bus tour to the Marshall Space Flight Center on Sunday afternoon. More information can be found at AMSAT.org and click on Events. To register for the symposium or the bus tour, visit the same website and click on the store. Of course, what would an AMSAT symposium be without a bunch of hams running outside to work a satellite? We look forward to seeing you. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News. I'm Ono of the Foundations of Amateur Radio podcast in Australia, and you're listening to the Daily Minutes by Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. Foundations of Amateur Radio. One of the often repeated attributes of noise in antennas is that man-made noise is vertically polarized, and that is why a vertical antenna sounds noisier than a horizontal dipole. It's an interesting thing to say, but is it true? Let's start with what constitutes man-made noise. Cars driving past, solar panel inverters, pool pumps, high-tension power lines, garage door openers, broadband internet modems, LED lights, lawnmowers, leaf blowers, plasma televisions, and so on. The more you think about this, the more noisemakers you discover. So, are these noise sources all aligned in the same way, making the same noise? Clearly not. There is no alignment standard for installing a lamp, how to align your lawnmower, which direction to drive, what angle to point your garage door opener. So the statement that man-made noise is vertical is clearly bogus. That doesn't mean that the rest of the statement is also wrong. A vertical antenna in an urban environment often sounds much noisier than a horizontal one, sometimes by several dB. So what's going on? One suggestion is that the difference lies in the antenna itself. What if both noise sources, horizontal and vertically polarized, were the same, but the antenna heard them differently? How would that look? For starters, a horizontal dipole has a higher sensitivity at a higher angle than a vertical antenna does. So anything arriving at a low angle is picked up by the vertical, but not by the horizontal dipole. The noise that we're talking about is local. We'll get to why in just a moment. Being local, it gets to the antenna via ground wave propagation rather than via the ionosphere. I claimed that the man-made noise we're discussing is local. It's not all local, but if it's remote, it's coming via the ionosphere, and we know that it arrives at whatever angle it pleases, so there is little or no difference between a vertical and a horizontal dipole from a noise perspective for signals arriving via the ionosphere. There is another effect, attenuation or signal loss. In this case, the loss of strength, specifically noise strength. More attenuation is the same as more signal loss. Combining ground wave propagation and attenuation brings us to another difference between a horizontal and a vertically polarized noise source. A horizontally polarized ground wave experiences more attenuation than a vertical one. This means that noise that is local travels further and is louder when it's vertical, compared to when it's horizontal. Sometimes the difference is over 20 dB. I've been talking about horizontal and vertically polarized noise. But what if the noise is coming at an angle, like the random noisemakers around you? A simple way to think of it is that every angle has a horizontal and a vertical part, in much the same way as a right-angle triangle has three sides, one horizontal, one vertical, and one on an angle. Putting this all together, we have a number of different effects, all conspiring to make the vertically polarized part of noise travel further, be louder, and received better by a vertical antenna, compared to the horizontally polarized part, which doesn't travel as far, is softer, and heard less by a horizontal dipole. One more thing. The isolation between vertical and horizontal polarization can be as much as 40 dB. So a horizontal dipole won't hear vertically polarized signals well, if at all, and vice versa. That doesn't make the vertical antenna useless, far from it. It's great for transmitting a long-distance signal. It's small, simple to set up, and if you're in a quiet area, away from noisemakers, around 500 meters to a kilometer or so, it's just fine as an antenna.
It also doesn't need to be erected half a wavelength above the ground, doesn't need any skyhooks, is omnidirectional, and in common use for most local mobile communications. So don't write off the vertical just because it sounds noisier. All antennas are a compromise between various elements. I've said it before and I'll say it again, likely plenty more times beyond that. The perfect antenna does not exist. We can prove that. So whatever you pick, whatever you think is the most important, that's what you'll start with, and select various aspects as you go. A vertical antenna is no worse than a horizontal dipole. It's different. Just like a Yagi is different, or a disc cone, or any one of the infinite supplies of antenna options. Knowing what the parameters are is the first step. Oh, and if your neighbors complain about your lawn, tell them it's because of your noise floor. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot, Lima, Alpha Bravo. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .lima India. dmr.li. Ik sluit de uitzendingen op PI2NOS af met het volgende. Lange tijd was satire een van de belangrijkste onderdelen van de Daily Minutes. Dat is wat er in radioamateurland nogal onvoldoende gebeurt. De amateurs een spiegel voorhouden en vaak is dat een lachspiegel. Soms nemen we die hobby van ons gewoon te serieus. Satire is heel belangrijk voor de mensheid. Het is niet voor niets dat dictators meestal niets van satire moeten hebben. Satire zorgt ervoor dat je jezelf of iemand anders of een hobby heel even vanuit een ander perspectief kunt zien. En dat is belangrijk, om niet vast te roesten en misschien om nieuwe ideeën te krijgen. Om te laten zien dat de ander ook wel eens gelijk heeft. Helaas was dat brengen van satire binnen de huidige context van PI2NOS niet meer goed mogelijk. Ik moest zeg maar met te veel zaken en gevoeligheden rekening houden, wat ik overigens wel begrijp. Daily Minutes zal zich in de komende tijd op internet langzaam naar een nieuwe definitieve vorm gaan ontwikkelen. Wat er in de Daily Minutes op internet in elk geval weer regelmatig in zal zitten is deze satire. Nieuwe satire. Er zijn ook uit het verleden nog vele leuke fragmenten van. En ik heb er ongemerkt wel heel erg veel van gemaakt, heb ik de afgelopen weken gezien. Maar de meeste satire is slechts beperkt houdbaar. Naast die satire komen er ook weer nieuwe series over een bepaald onderwerp en er zal nieuws zijn en nog een aantal andere zaken. De Daily Minutes gaan vanaf nu door in een klimaat waar veel meer kan en veel meer vrijheid is voor dit soort dingen. Dat is niet bedoeld als verwijt. Een uitzending via een fantastisch netwerk als dat van PI2NOS heeft zijn beperkingen. Daar kies je bewust voor. Het heeft tegelijkertijd ook heel veel voordelen. En daar ben ik de Stichting Scope dankbaar voor. Het is prachtig dat dit allemaal ruim 4 jaar lang mogelijk was, maar het is nu tijd voor wat anders. Tot slot nog 2 korte voorbeelden van satire uit de Daily Minutes. De tweede daarvan die beschouw ik als een van de allerbeste stukjes satire die ik voor de Daily Minutes heb gemaakt. Ik hoop dat de hoofdpersoon het niet erg vindt dat ik het fragment voor deze ene gelegenheid nog een keer uit de mottenballen haal. Het fragment is zeker niet bedoeld om ook maar iets negatiefs over hem te zeggen. Integendeel, ik vind zijn enthousiasme juist iets waar iedere amateur een voorbeeld aan kan nemen. Betaalt dat nou nog een beetje om aan die ballonvossenjacht mee te doen? Hou op zeg, dat is onbetaald hoor. Oh, ze waren vorig jaar zo fanatiek. Ik dacht dat je daar een bon duiten voor kreeg. Nee, het is gewoon voor de eer. Is dat niet genoeg dan? Lodewijk, zeg nog eens Tesla, dat vind ik zo leuk. We lossen er problemen, milieuproblemen mee op. En microfoon naar retour. Ja, dat weet ik wel Lodewijk, maar zeg nou nog eens Tesla als je dat wilt. Ja jongen, dat is echt ongelooflijk. Dat hebben ze al van tevoren bedacht, hè? Want dat konden ze zien. En microfoon naar retour. Nee, Tesla, doe dan. Dat is een soort algemene trend die iedereen om zich heen wel kan zien, denk ik. En gerecycled, hè? Ik ben daar tegen. En microfoon naar retour. Lodewijk, luister nou toch eens alsjeblieft voor mij, zeg dan een keertje Tesla. Hij komt nu, iedere week komt er een nieuw film van Elon Musk op internet. En microfoon naar retour. Tesla Lodewijk Tesla, het is echt niet moeilijk. Ik dring volgens mij niet echt tot hem door. Dus je kan dat proberen tegen te houden en je kan dat ook proberen om dat met open armen te ontvangen. En daar open voor te staan, hè? En microfoon naar retour. Ik probeer wat anders. Lodewijk, klopt het verhaal dat je binnenkort net als PA0ETE ook een paar katten in huis krijgt?
Het is nog een gerucht, maar het gonst. Het kan eigenlijk niet anders zijn dan waar zijn. Verandering is ook vernieuwing. En microfoon naar retour. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Naar retour.